Hoeveel van uw patiënten denkt u dat mantelzorger is? Het is bekend dat ongeveer 1 op de 5 mensen mantelzorger is. Wij geloven dat iedereen ooit mantelzorger wordt. Heeft u aandacht voor mantelzorgers? Wij zijn van Mantelfoon, het nieuwe mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Sinds 1 mei 2020 kunnen mantelzorgers terecht met allerlei vragen. 24 uur per dag, dus dag en nacht, op het gratis telefoonnummer 0800 777 3333. Hoe is dit zo ontstaan? Nou, de gemeente Rotterdam heeft onderzoek gedaan en daaruit bleek dat mantelzorgers behoefte hebben aan 1 centraal punt. Want als je mantelzorger wordt, kom je vaak terecht in een woud van allerlei wetten en regels. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en soms weer terug, zonder dat er gelijk een oplossing is. Of daarin kan je behoorlijk wat cirkeltjes blijven lopen. Wij zijn heel blij dat we de specialistische kennis in huis hebben om die mantelzorger zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Zo hebben we een specialist op GGZ-gebied, op jeugd en een mantelzorgmakelaar die van de hoed en de rand weet voor wet en regelgeving. Daarnaast hebben we ook een onderzoeker in huis die alle data verzamelt die we binnenkrijgen en een analyse maakt wat er nodig is in de wijken, zodat we zo goed mogelijk kunnen adviseren om mantelzorgers nog beter te kunnen ondersteunen. Wanneer een mantelzorger vragen heeft over mantelzorg of het in zijn situatie even niet meer ziet zitten, kan hij bellen naar 0800 777 3333. Daar neemt de telefoniste de telefoon aan en samen met de mantelzorger gaan zij in gesprek om te kijken wat de vraag in de situatie is. Is het zo dat een mantelzorger een complexe vraag heeft of vraagt wat langer de tijd heeft om zijn verhaal kwijt te kunnen, wordt de vraag of het verhaal doorgezet naar een van de mantelzorgcoaches van Mantelfoon. Zij gaan samen met de mantelzorger de situatie verder in kaart brengen en kijken wat er bedacht kan worden om de situatie te verlichten of de vraag samen op te lossen. Mantelzorgers bellen om verschillende redenen naar Mantelfoon. Het kan zijn dat iemand belt omdat hij hulp wil bij het aanvragen van een mantelzorgverklaring, zodat hij in aanmerking kan komen voor het mantelzorgcompliment. Ook zijn er mensen die graag hulp willen bij het aanvragen van de mantelzorgparkeervergunning. Of iemand wil graag zijn verhaal kwijt. Zo had ik laatst een meneer die belde dat zijn moeder plotseling niet meer naar de dagopvang kon vanwege corona en hij nu 24/7 voor haar moest zorgen in haar huis. Ik heb zijn verhaal aangehoord en samen met hem gekeken wat er eventueel voor hem nog meer geregeld kon worden, zodat hij niet verder overbelast dreigde te raken. Dit doen we bij Mantelfoon niet alleen. Deze meneer bijvoorbeeld heb ik verwezen naar de mantelzorgondersteuning in de wijk waar hij woont. Elke wijk heeft eigen mantelzorgondersteuners en wij willen juist actief met hen samenwerken en ook met de andere partners in de wijken om voor de mantelzorgers de ondersteuning zo goed mogelijk met elkaar te organiseren. Omdat we diverse vragen krijgen van mantelzorgers, hebben we ook een heel pakket aan tools om mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Eén daarvan is bijvoorbeeld het spel Bordje Vol. Dat heb ik met een studerende mantelzorger gedaan die aangaf dat haar emmertje behoorlijk vol was gelopen. En deze tool die maakt het mogelijk om daar meer overzicht in te krijgen. Je hebt een pak kaarten en een velletje waarop staat wat ligt er eigenlijk op jouw bordje. En op die kaarten staat onder andere persoonlijke verzorging van de zorgvrager. Ligt dat op jouw bordje of op die van iemand anders? Boodschappen doen. Van wie is, op welk bordje ligt die? Hoe zit het eigenlijk met je eigen sociale leven? Nou, zo ga je al die kaartjes af en leg je die overzichtelijk neer. Nou, bij de mantelzorg waarmee ik dat heb gedaan, lag het bordje behoorlijk vol. Dat was behoorlijk confronterend. Maar dat was wel een start om een verandering in gang te brengen. En we hebben samen een plan van aanpak besproken hoe ze daarmee om kon gaan. Dus, heeft u aandacht voor mantelzorgers? Vertel ze dan vooral over Mantelfoon. Maar we zijn er niet alleen voor mantelzorgers, we zijn er ook voor u als professional. Werkt u in de regio Rotterdam en wilt u even sparren? Bel dan 010-261-4166. Of mail naar info@mantelfoon.nl. Werkt u buiten Rotterdam? Kijk dan op mantelzorg.nl, het landelijk
mantelzorgsteunpunt in Nederland. Wilt u meer informatie of ervaringen horen van mantelzorgers? Beluister dan onze podcast. Samen hebben we aandacht voor mantelzorgers.